hele goede morgen, dames en heren. En welkom bij de start van de Volta Limburg Classic. En je hebt hier aan de start in IJssel een beetje het idee dat de sponsor misschien wel een rechtstreekse lijn heeft met onze lieve heer. Want de omstandigheden zijn extreem vandaag. Een vlokje sneeuw, heel vroeg in de ochtend. En toen net een waterig zonnetje. Het betekent in ieder geval dat de renners niet heel erg lang kunnen wachten om in te tekenen. Zo dadelijk krijgen we de grote man die won in Milaan-San Remo. Ciulek, hij vandaag aan de start. We schakelen naar Bas van Mulke. Die heeft al langzaam zicht op misschien wel de grootste naam in het peloton van vandaag. Ja, dit is nog het team van De Rijken. En dan komt zometeen de man van Milaan-San Remo, Ciulek. Die komt zometeen hier het podium op. Ik ben heel even aan het kijken of hij er is. Ik zie hem al aankomen. Hij heeft de Duitse kampioenstrui natuurlijk aan. De winnaar van Milaan-San Remo. Het was een prachtige overwinning van hem. Ik vraag hem er meteen even bij. Het is een moment. Wat is de grootste difference tussen Milaan-San Remo en de Volta Limburg Classic? I don't know. The weather is a bit better here, probably. It's better, yeah? Yeah. Yeah, of course. But how is the weather? Is it okay for you? Or did you know the Volta Limburg Classic before? Yeah, I know it. I mean, I always know it under the name the Hel van het Mergeland. But it's what I heard about. It's a hard race, so we'll see today. What's your plan for today? Yeah, I'm not sure because I'm not 100%. I'm a bit sick, so I will see. I don't know. I have to see how it goes. Good luck. Thanks. Ja, dat dus Ciulek, die vindt dat het weer hier beter is dan Milaan-San Remo. En het zit rond het vriespunt. Kunt u zich voorstellen wat de jongens in Italië hebben meegemaakt. Om nog even een zicht te geven op wat voor renner is die Ciulek. Wat u zo dadelijk te zien krijgt in de Volta Limburg Classic. Dit zijn de beelden vanuit Italië. Waar die dus inderdaad beter was dan Sagan. En dat verraste ook menige wielerkenner. Paolini in laatste positie. Chabanel. Ciulek is naar voren gegaan. Ciulek zit nu op derde positie in het wiel van Sagan. Dus de twee snelle mannen bij elkaar. 500 meter. Sagan, zeg ik nu, als ik het zo zie. En Ciulek. Ja, Ciulek kiest het wiel van Sagan. Meer kan hij niet doen. Daar komt Chabanel. Chabanel neemt Paolini mee. Chabanel. En daar komt Sagan. En Sagan. Oh, Sagan, rechtdoor naar school en kantoor. Sagan en Ciulek. Nee, daar komt Ciulek nog. Ciulek. Ciulek. Ciulek of Sagan? Sagan. Sagan, Sagan, Sagan. Ja, Sagan. Nee, Ciulek. Nee, Ciulek. Thank you. Ciulek. Duitse wind. Oh. Ciulek. Geweldig. Er gebeurde van alles. Ciulek. C-I-O-L-E-K. Die wint deze 104e uitgave. Aan de zoveel zo'n 25 minuten hier aan de start van de Volta Limburg Classic. We hebben hier aan de start ook een team met veel Limburgse talenten. Die hebben al ingetekend, een half uurtje geleden ongeveer, toen het nog niet zo heel erg druk was aan de start. Maar daar zat ook de man uit Sittard bij, Kooijman. Hey Jaap, het is voor jou bekend terrein, hè, dit? Ja, inderdaad, ja. Vorig jaar hier al gereden. En ik woon natuurlijk in de buurt, dus ik ken het parcours al op mijn duimpje, ja. Je hebt hem vorig jaar ook gereden hier. Hoe ga je hem nu, in ieder geval ten opzichte van vorig jaar rijden? Ga je nu nog beter rijden? Ben je gegroeid de afgelopen jaar? Ik ben een stuk sterker dan vorig jaar. We gaan zien waar ik kom. Ik vlieg er gewoon in en we zien wat je op strand. Ja. Gaan we jou nog voorin zien in de live-uitzending dadelijk? Ja, ik hoop het wel, ja. Dat is wel de bedoeling. Oké, afgesproken. Succes vandaag. Dank je. Ja, dat dus de Limburgse talenten vandaag aan de start. U ziet het, u bent bij de Volta Limburg Classic. We starten om 12 uur en het is gezellig druk. We gaan hier in IJssel een beetje terug naar de essentie van het wielrennen. Want mensen kunnen echt heel dicht bij de renners komen. Dat betekent dat op het moment dat ze intekenen, ze nog even in de rij moeten staan. Dat ze ook nog uitgebreid tijd hebben om even wat handtekeningen te geven. We hebben net Ciulek dus gezien. We krijgen nu dadelijk ook een team aan de start waar we een andere Maastrichtenaar hebben. U komt hem misschien nog wel eens tegen op plein 1992, want daar schijnt hij vaak te vertoeven. Bas van Mulke weet dat Reinier Honig nu langzaam het trapje opkomt. Dan moeten ze langs het team van Rus Velo. Ik zie het allemaal uit mijn ooghoeken komen. En dan gaat Reinier Honig zo dadelijk aanschuiven bij Bas van Mulke op het podium dus hier van de Volta Limburg Classic. Ja, Reiner is zo aardig geweest om alvast het podium op te komen. Reiner, je wordt geïntroduceerd als Maastrichtenaar. Terecht? Ja, nou, ik woon hier al 5 jaar, dus helemaal terecht is het niet. Maar ik voel me hier wel thuis op de Limburgse wegen, dus ja. Weet je wel. Het is jouw trainingsrondje, denk ik. Ja, dat is echt mijn
trainingsparcours en het ligt me goed. Vorig jaar was ik 11e, dus ik hoop dat ik het beter kan doen. Er was best wel wat we aan jou verwacht vandaag, hè? Ja, ik merk het veel bij de ploeg ook. En ja, in de driedaagse van de pannen ging het heel goed. Ik hoop dat die ene dag rust, dat ik op tijd hersteld ben. Maar ik heb er wel zin in. Voel je goed? Ja, ik voel me goed. Veel succes vandaag. Dankjewel. Ja, dat dus Reinier Honig. Terwijl we, ik moet met een half oogje even kijken, ook naar het podium, wie er aan de beurt is. Want het is een drukte van belang. Veel renners, veel ploegen natuurlijk, die nu nog in die laatste 20 minuten moeten tekenen. En u kent de omstandigheden misschien in de diepe straat in IJzen. Het is niet de meest brede straat, niet de grootste avenue. Dat betekent dat iedereen een beetje zijn eigen weg moet vinden. Achter mij ziet u de ploegleiders die dan in de auto zitten en die zich daar ook nog een beetje doorheen moeten wurmen. Laten we even gaan naar het team van Euphony. Die komen nu ook aan de start. Dat is het team van Reinier Honig. Ik krijg een seintje van regie. We kunnen even gaan kijken naar een instartje van afgelopen jaar. Dat was de race van Pavel Broet. Die is er op dit moment niet bij, want Broet, de Russische man, moest terug naar zijn huis in verband met familieomstandigheden. Dit in ieder geval de Volta Limburg Classic van afgelopen jaar. Ze komen weer over start-finish in de laatste meters. Hier de achtervolgers. Zijn ze geklopt of niet? Colbrelli denkt, nee, ik ga er nog een keer voor. Dat is de man die vooraan zit. In vierde positie, Rob Ruig. Slim is, blijft hij er ook in zitten vanaf nu. 12 seconden, het zou voldoende moeten zijn. We zitten in de kinderkopjes, we zitten in het centrum van IJzen. Daar gaat Broet, ja hoor, daar gaat Pavel Broet. En wie gaat hem halen? Sjorn doet het niet. Geske moet dan nu al aangaan, dat gaat hem kracht kosten. Kijk, die Pavel Broet, 30 jaar. Vorig jaar etappe gewonnen en sterk in de ronde voor Romandie. Hele dag alleen op kop gereden, niets meer gedaan in de laatste meters. Gaat Pavel Broet hier dan een ongelofelijk kunststukje uithalen of niet? Komt hij hoor. Pavel Broet, wie gaat hem nog halen? Geske, die gaat er als een gek achteraan. En ze gaan hem nog pakken. Ik zou bijna zeggen, misschien wel gerechtigheid. Aan de andere kant, de Rus heeft zoveel werk verricht. Is het Broet of Geske? Daar komt Broet, dat is Pavel Broet voor Geske. En Sjorn in de derde positie. Pieter Serri wordt 4, De Maar wordt 5. En dan is het nummer 6, de sprint van het peloton, geworden voor Rüdiger Selig. Pavel Broet. Ongelooflijk. Nou, wat een truc, hè? Je hoort wel eens van een uitdrukking van niet gestolen, maar dit is dus niet gestolen. Era una giornata lunga, una giornata molto dura. Non pensavo che riusciamo a arrivare fino all'arrivo, però è successo così. Dat is een mooie zegen voor hem. En in de sprint wil Geske wel nog dichtbij komen. Kan niet veel langer meer duren. Komt nog een klein beetje naast met de voorwiel, maar. Maar het is een hele duidelijke zegen. Pavel Broet is de winnaar van deze 39e Volta Limburg Classic. En dat dus Pavel Broet, winnaar van afgelopen jaar. De Rus is er vandaag, zoals gezegd, niet bij. Moest in verband met familieomstandigheden terug naar huis. We zitten te wachten op de presentatie van Van Kanselij. Die wilde al de trap op, hongerig als ze zijn. De geldingsrang is groot bij de Nederlandse ploeg vandaag in de Volta Limburg Classic. Maar ze moesten nog even wachten. Betekent dat we dadelijk Rob Ruig, Kenny van Hummel, Pim Lichthart, de winnaar van 2 jaar geleden. Van Poppel bijvoorbeeld, die is er ook bij vandaag. Gewoon nog in de rij onderaan de trap hebben staan. We vragen ons wel af, hoe is het toch met Rob Ruig? Hoe is het met zijn vorm? Afgelopen jaar reed hij hier ook. Reed hij een hele goede reis na een hele moeilijk voorjaar. Bas Vermulke staat klaar en heeft de jongens snel aan het wielershirt getrokken. Het is meteen Rob Ruig. Rob, hoe is het met je? Ja, vandaag koud. Dus misschien gaat de Volta weer een ouderwets hel worden vandaag. Ja. Heb je er wel zin in vandaag? Absoluut. Zeker. Wat verwacht je van een koers met dit weer? Ik denk dat het een lastige koers gaat worden. En, zoals ik net al zeg, misschien gaat de Volta vandaag weer een ouderwets hel worden. Dus. Maar dat ligt jou wel toch, een hel? Wie weet. We gaan het zien. Veel succes vandaag. Ja, bedankt. Ja, dat dus Rob Ruig. En zo heeft Van Kanselij een sterk team. Net als Blanco vandaag trouwens. Argo, Shimano, toch wat minder. In ieder geval kleine ploeg zonder Nederlanders. Maar Van Kanselij is wel een ploeg waar onze aandacht vandaag naar uitgaat. Omdat, gezien de sterkte van het team, er wel gekozen is voor een strategie om hier in IJzen, net als 2 jaar geleden met Pim Lichthart, met de overwinning te gaan strijken. In die zin is het sterke team van Blanco, het voormalige Rabobank, misschien ook wel een teken aan de wand voor het gesteken prestige van de Volta Limburg Classic hier
in de Nederlandse koerskalender. Nog even terug naar Bas van Mulken. Ik zie hem staan op het podium en heeft ondertussen, ik denk, Pim Lichthart te pakken. Ja, dat klopt, precies. Pim Lichthart staat hier naast me. Pim, ik ga jou even meteen even een vraag stellen. De hel van Mergeland is wel bijzonder voor jou, denk ik. Ja, het is bijzonder. Het is mijn eerste koers bij de profs die ik won. En ook de enige naast het kampioenschap, dus ja, kom je graag terug natuurlijk. Ja, jij won hier in 2011, werd ook Nederlands kampioen. Is dat het jaar geweest van jouw doorbraak? Ja, het was mijn eerste jaar en ik kon dat niet beter wensen, dat jaar. En ja, ik hoop dat het nog een keer kan hier. Ja. Hoe voel je je vandaag? Ja, nu nog koud, maar stilzak als we de eerste heuveltjes hebben gehad, zullen het wel goed warm zijn. En ik denk dat het een mooie koersdag wordt. Veel succes. Dankjewel. Ja, dat was Bas van Mulken. Terwijl we Rebellin al zien klaarstaan, daar gaan we zo dadelijk naartoe. We praten eerst even met de winnaar van de Hel van de Mergeland. Want toen heette die nog zo. Ramon Meijs won de race 4 keer. Ziet dadelijk ook Rebellin komen in deze koers. De winnaar van de Amsterdam Gold Race in 2004. Ramon, Rebellin, kind er vandaag gaat doen of is het toch niet de wedstrijd voor hem? Als het goed is, denk ik wel. Het is toch een renner wat dit parcours aankent. En het vaak ook omdat het toch de weersomstandigheden zijn niet echt denderend. Tot er dat toch aankent. Ja. Doe ons Hel van de Mergeland destijds nog 4 keer. Dadelijk over Donner kieken. Kijk van beelden van 1999. Eerst even terug naar de ploegenvoorstelling. Naar de Vide Rebellin. Kijken we of we hem zien in zijn mooie oranje shirtje. Hij staat klaar bij de trap. 2004, dus winnaar van de Gold Race. Toen nog beter dan Michael Bogert. Klopte hem net in de beklimming. In een hele mooie race met grote namen toen in de achtervolging. U weet, ik probeer hem maar even vol te maken. Tot we Rebellin inderdaad op het podium hebben. Bas, zie je hem al komen? Ik zie hem komen. Als het goed is, zien jullie hem ook hier de trap opkomen. Ik zal hem meteen even een vraag stellen. Davide, conosce questo corso? No, è la prima volta che faccio questa corsa, ma penso sulle strade dell'Amstel, questa regione conosco molto bene e spero di fare una bella gara, di vincere. In o più freddo oggi? Sì, molto freddo, ma l'importante è che non piove e freddo, poi ci scaldiamo. Buona serata, grazie. Ja, dat was dus Davide Rebellin. Moeite tevreden, toen zei hij. Heel erg koud. Eerste keer dat hij hem gaat rijden. Lijkt wel op de Amsterdam Gold Race, zei hij. Dus daar heeft hij dan in ieder geval wel goede herinneringen aan. Dit zijn in ieder geval de beelden van Rebellin in de Amsterdam Gold Race van 2004. Dit hoeft niet. Deze mannen zijn geklopt. Die zien we niet meer terug. Kessler, Van Petegem, Bettini, ze gaan het niet meer halen. Daar gaat Michael Bogert over Rebellin heen. Bogert op het steile deel nog van de Kouberg. En dan komt hij hier op een gedeelte in de bocht waar het iets flauwer wordt. Maar Rebellin pikt aan. Davide Rebellin in de contra-attack. En Bogert moet nu door, want hij moet hem nu kwijtraken. Brengt Rebellin op deze manier in een zetel naar de finish. Maar Rebellin pikt aan. Michael Bogert, is het weer net niet? Is het weer een tweede plek? Net als afgelopen. Davide Rebellin zit er nog kort op en dan komt Cleo van Vliet naar de finish en ziet hij dat Bogert het zwaar heeft en dat Rebellin er nu overheen gaat kletsen en dat we weer genoegen moeten nemen met een tweede plaats voor Michael Bogert, want Rebellin gaat hier winnen, die Italiaan. Jammer, 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 jammer. Davide Rebellin wint de 39e Gold Race. Ja, zo hadden we de beelden dus van de Amstel Gold Race. Een race waar de gast die nu naast me staat ook nog hele goede herinneringen aan heeft. Erik Dekker vandaag met Blanco. Wat verwacht je van de race vandaag? Ja, ik moet je wel even corrigeren. Ik ben hier niet als ploegleider. Ik ben hier als vader van mijn junior zoon. Dus die gaat zo hier fietsen. Dus dat is toeval. Die eer laten we dan even aan Frans Maas. Die krijgen we straks nog even. Maar wat betekent deze wedstrijd voor jullie? Want jullie komen met een heel sterk team aan de start. Anders dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, het ligt soms een beetje aan het programma wat we daarvoor en daarna en eromheen rijden. Maar in dit geval komen we met een zeer goede ploeg. En ja, we rijden heel veel wedstrijden om te winnen, maar deze is daar zeker één van. Ja, wat is er veranderd in vergelijking met een paar jaar geleden? Nou, het ligt vooral aan de wedstrijden daaromheen en aan de hoeveelheid renners die je tot je beschikking hebt. Als je een paar blessures hebt, ja, dan ben je al snel hier met een paar renners minder. Maar in dit geval, ja, hebben we goede renners. Ja. Je bent zelf geen ploegleider, maar ongetwijfeld wel bekend met de strategie. Wie gaan jullie uitspelen vandaag? Ja, dat heeft Frans uitgedokterd. Dus als hij toch nog komt, dan mag je hem vragen zo. Ja, met Marten, zit het dan goed of moet ik op Kruiswijk gokken? Ja, alleen, dat geheim van de chef, het geheim van Frans Maas in ieder geval. Zelf nog dan in ieder geval met je junior? Ik ga vanavond naar de Ronde van Baskeland. Dus Paul Mattes, die gaat onder andere hier staat, maar die rijdt maandag ook in de Ronde van Baskeland.
Dus ik ga maandag het World Tour circuit weer in. Allee, hele goede reis. Okay, andere omstandigheden dan hier in ieder geval. Microfoon kun je nog even teruggeven aan Ramon Meijs, want daar praten we dadelijk mee over 1999. We gaan terug naar het podium. Daar staat Argo Shimano. Geen Nederlanders is dacht, dat is jammer. Met toch een minder sterk team dan verwacht. Maar wel een Chinees uit Nederland. Nee, inderdaad, geen eenheid. François Parisien, een Canadees van Argo Shimano. En wat meteen opvalt bij Argo is dat er zijn maar zo weinig renners. Where is everybody? Where is everybody? Everybody's here. Yeah, but you're only five. Yeah, but there's a lot of other races as well. And of course, this one is really important to us. So we're showing up with a strong team, even if we were five. But is that enough to compete, five? Well, of course, maybe at first we it's going to be a little bit difficult, but at the end, you know, as teams get dropped, I think we have a strong enough team that everybody gets with five guys at the end, so it's going to be an even fight. All right. We'll see. Good luck today. Dus Bas van Mulke vanaf het podium. Zo dadelijk komt Katusha en daarvan zei ik u eerder al, Pavel Broet. Die hadden we daar eigenlijk als nummer 1 verwacht, de winnaar van afgelopen jaar. Maar die is er niet bij, moest in verband met familieomstandigheden terug naar huis, terug naar Rusland. Dus geen sterke Pavel Broet vandaag in de start. Betekent dat ze vandaag een nieuwe kopman hebben. Bas van Mulke, die wacht hem op, want die ziet... Ah nee, de mannen van Europcar, die zijn op dit moment aan de beurt. Goed, gaan we dadelijk naar Katusha. Praat ik nog even verder met Ramon Meijs. Onder andere ook over het Blanco-team, waar we het met Erik Dekker over hadden. Ramon, Blanco, een van de favorieten vandaag. Ja, ik denk Kruiswijk of... Ja, ik denk Paul Martens, dat hij wel heel goed getraind. Ik denk dat hij wel een van de favorieten zal zijn. Ja. De Kou, wat gaat die voor rol spelen vandaag? Ja, een grote. Ik vond het eigenlijk wie slechter, wie beter. He. De moest gewoon blijven eten, zorgen dat ze warm blijft. En dan eigenlijk tot ze met een goede voorraad aan de finale kunt beginnen. En dan kent ze hier al wie het komen. Vrouw met Jorg had in 2008, toen won Tony Martin. Toen komen er 40 man aan de finish. Kriever, dat soort tafereel weer vandaag of nee? Nee, ik denk het niet. Het weet niet echt wel. Het is wel fris. Ik denk... tot er in het begin een groep zal gaan lopen en tot ze het controleren. En dan tot de laatste 50, 60 kilometer, dan zal het echt losbarsten. We zullen het eigenlijk zien. We gaan even terug naar het podium waar, zoals gezegd, Broet dus niet vandaag achter de persoon geeft. De winnaar van afgelopen jaar. De nummer 1 is nu Rüdiger Selig. Ja, inderdaad. De nieuwe nummer 1, Rüdiger Selig. De nieuwe number 1. Where is number 1? Ja, yeah, it's nice. Nice feeling for number 1, but... I'm not Pavel Broet. Yeah. Where is Pavel Broet? I don't know. Maybe I don't know. So what's your plan? Last year you did good. You're the top 10. This year as well? Yeah, I hope it comes to the sprint. And yeah, we are a strong team and make a lead out for the sprint. And then I hope I win. You like courses like this, the Volta Limburg Classic. You drive? You like to drive and ride them? Yeah, I like it. I'm a classic rider and I think it's the perfect speed and race for me. Wish you all the luck. Thank you very much. Ja, dat is de nieuwe nummer 1 van Katusha, Rüdiger Selig, de Duitser. Hij sprak met Bas van Mulke. We krijgen zo dadelijk het Blanco team. Het team dat vandaag uitzonderlijk sterk in de start komt. U hoorde het net al van Erik Dekker. Theo Bos is er bijvoorbeeld ook bij. Moreno Hofland, de man die we in Kerkrade nog Nederlands kampioen zagen worden bij de belofte. En Paul Martens natuurlijk, de winnaar in de koers waar Wout Poels voor het eerst weer officieel de startlijst tekende. De ronde van de Algarve, daar won Paul Martens. Steven Kruiswijk is ook een naam waar we op moeten letten. Team Blanco op dit moment nu naar de tekentafel. En Paul Martens is bij Bas van Mulke. Ja, ze komen langzaam het podium opgelopen, de heren. En dan is het even zoeken naar... Daar is die. Steven, kom je er even bij? Je bent live erbij op televisie. Hoe voel je je? Oh, prima. Beetje fris, maar verder in orde. Wat voor koers gaan we tegemoet nu? Ik denk een lastige koers. Maar eens even afwachten hoe het begin gaat verlopen. Maar ik hoop dat we als ploeg gewoon zo aanvallend gaan rijden. Dat kunnen we van jou verwachten? Want er wordt wel wat van jou verwacht, hè? Ja, ik hoop voorin. Dus we gaan het zien. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Dat is Steven Kruiswijk. Ik ga gewoon nog even door. We gaan door naar Bram Tankink. Bram, je naam wordt zo meteen omgeroepen. Daar is hij. Je moet even omhoog.
Bram, hoe voel je je? Want je bent er een tijdje uit geweest. Ja, ik voel me wel weer goed. Het is nog geen topconditie, maar we zijn weer in een opbouwende fase. En afgelopen weekend voor het eerst weer eens een keer op Zulu kunnen koersen. En dat ging toch best redelijk. Dus ik ben heel benieuwd vandaag. In de achtertuin, hè? In de achtertuin, een trainingsparcours. Dus ja, dat is wel altijd een voordeel natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat voor de meeste coureurs die rijden de weg wel redelijk bekend zijn. Ja, toch wel opvallend dat je breekt je sleutelbeen. Je bent ook nog een paar keer ziek geweest. En na het breken van je sleutelbeen, na 9 dagen of zo, zat je weer op de fiets, hè? Ja. Ja, toch proberen ze. Ik wou echt heel graag die klassiekers halen, de Vlaamse koersen. En toch proberen dan zo snel mogelijk weer in gang te schieten. Maar dan word je door allerlei omstandigheden ziek en dan weer een keer ziek. En dus, dat was het gewoon om zit. En nu richten we ons op de Waalse. Zijn net zo mooi. Ja. Succes vandaag. Dank je. Okay. Bas van Mulken dus in gesprek met Bram Tankink voor het sterke Blanco team. En dat is mooi voor deze 40e Volta Limburg Classic. Mooie renners, grote namen aan de start. Volta Limburg Classic heeft een hele mooie historie. Vooral in de periode dat er nog de helft van het Merkeland was. Max van Heeswijk bijvoorbeeld hadden we hier nog ooit een keer als winnaar. Maar de kampioen van 4 jaar, dat was Ramon Meijs. Maar ondertussen heb ik een regisseur in het oortje zitten die per se terug wil naar het podium. Dus gaan we meteen naar Bas van Mulken. Ja, hij is al bijna weer weg. Hoe gaat het met je, Paul Martens natuurlijk, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja. Wat is jouw plan vandaag? Ja, het liefst na 5 uur hierboven weer staan. Ja, uiteraard. Maar hoe zie je die koers verlopen? Hoe moet je het aanpakken om hier te komen staan? Dat is het bijzondere aan dit soort koersen. Je hebt heel veel kleine ploegen, het is heel onvoorspelbaar. Dus je moet constant meekoersen. Het is niet afwachten zoals in de grote klassiekers. Ja. Is dat een nadeel eigenlijk aan dat soort aan wat kleinere ploegen als die meerijden? Meestal krijg je daardoor de mooiste koersen. Ook onrustig, hè? Heel onrustig. Dat is voor ons af en toe een beetje wennen. Want als je alleen maar protokoersen rijdt, dan heb je altijd een vast stramien. Je weet hoe het gaat gebeuren. Maar ik ben best zenuwachtig vandaag. Dus, Kouwantjes? Ja, zo langzaam, ja. Okay. Succes vandaag. Ja, bedankt. Moritz. Paul Martens met de mooie handschoenen en hij vandaag dus met het blanke team aan de start. We hadden het over de mooie historie van de Volta Limburg Classic, de hel van de Merkeland met de grote winnaars uit het verleden. Daar hoort onder andere Ramon Meijs bij. 4 keer won hij hem, waaronder 3 keer als profrenner. We praten nog even over die koers als achter ons Ramon de renners langzaam zich klaarmaken voor de start. De koersen van toen, zijn die te vergelijken eigenlijk met de koers van nu of is het toch anders? Ik vind het fijn dat de koers is gegroeid. Er zijn toch, het is 1.1. Er zijn alleen maar altijd grotere en grotere ploegen bijgekomen. En de klassieker heeft meer aanzien gekregen. Het was vroeger worden ook gewoon een moeilijke koers. Omdat toch eigenlijk altijd de beste ploegen van sowieso van Nederland. En ook de laatste jaren die hem reed, ook van het buitenland, toch steeds meer betere ploegen komen. Ja. Zal we eens even terugkijken in 1999, want dat wordt de wedstrijd waarin ze voor de laatste keer won. 1999, ja. Ramon Meijs. 1999 leek niet het jaar van Ramon Meijs in de hel van de Mergeland. Zijn wedstrijd toch. Hier is het handje voor de lekke band. En gelukkig is daar zijn teamgenoot Schlikau snel wisselen en kijken of hij nog kan aanklampen bij het peloton. 3 man zijn er daar weg, waaronder de Belg Erwin Thijs, de winnaar van de hel van de Mergeland in 1993. Hier gaat hij met 2 ploeggenoten van Meijs. En dat is een voordeel voor Ramon, want hier kan hij in de achtervolging weer aanhaken. Heeft gezelschap onder andere van Koert. We zitten dan in Noorbeek als Meijs aan de boom gaat rammelen. En wie kan die demarrage dan beantwoorden? Ramon Meijs, 2 lekke banden, 1 vastgelopen ketting. En hier gaat hij. En wie krijgt hij mee? De Belg van Aken. Prima Ronde van Vlaanderen reed hij dat jaar. En Ralf Graaps. En Jan Willemsen, wie is de sterkste? Zeg het maar. Ja, ik hou het ook op Raymond Meijs. En Jan Willemsen had altijd gelijk, want we zitten in de Straten van IJsden. Als Meijs demareert in de laatste ronde en als winnaar alleen over de finish gaat. De 4e keer hel van het Merkeland, een unieke prestatie. Ja, dat is een hele mooie overwinning van Ramon Meijs. Misschien wel de mooiste. U zag trouwens het podium. Dat heeft u gezien, is in de loop van de jaren wel iets veranderd. Want toen nog een houten krijtje eigenlijk, min of meer. Wat kunt u zich nog herinneren van de wedstrijd van 1999, die laatste overwinning? Tot het heel hectisch was. Tot ik op een gegeven moment lekker terugkom. De noorden met de ketting defect kreeg. En
toch met Van Aken eigenlijk een sterke renner in de finale komt te zitten. En ook mede door het ploegenspel, totdat denk ik toch een van mijn mooiste overwinningen in de Mergeland is geweest. Ja. Het is ook wereldkampioen bij de junioren geweest, hè? Dat eigenlijk voor dan nog eens een keer bij. Voor betreft het ploegenspel, dat is natuurlijk niet veranderd door de jaren heen. Hè? Wielrennen is altijd wat dat betreft een sport geweest van geven en nemen. Wat verwacht ze vandaag qua tactiek tussen verschillende ploeg? Er moest toch altijd zorgen dat ze één of twee mannen groot hebben. En dan de rest moet zich uiteindelijk opofferen voor die twee mannen vooraan te krijgen. En die moeten dan zorgen dat ze het kunnen afmaken. Zo wordt het bij ons eigenlijk altijd gespeeld. En in de koers wordt eigenlijk heel snel gezegd, wij groot worden. De kind van tevoren zeggen, ja, ik wil groot rijden. Maar dan merken ze in de koers pas eigenlijk wie groot tot ze is. En vandaar hoe ga je ze dan beslissingen nemen. Ja. Dat is al gezegd. Paul Martens tips toe voor vandaag. Hoe heb je het gevoel dat het beslist wordt eigenlijk de wedstrijd? Ik denk als ze Sleenaken richting het heuvelgebied komen in Limburg, tot daar toch, als de heuvels achterin komen, tot daar de beslissing gaat vallen. Ja. Dus dan weet u het ook. Heeft u het gehoord van Ramon Meijs? Hartstikke bedankt dat ze daarvoor was. De Loberg, daar moet u misschien gaan kijken. Daar gaan we vandaag omhoog. Achter ons ziet u de renners die zich klaarmaken voor de start van de 40e Volta Limburg Classic. Zo dadelijk live, dus we schakelen over naar commentator Sander Kleikers. Heel veel plezier dadelijk bij de Volta Limburg Classic. Dankjewel Maurice. De 40e editie dus van deze Volta Limburg Classic. Een nieuwe editie ook. U ziet, de finish is iets omhoog getrokken in die diepstraat. Een meter of 100 verder. Enerzijds om een wat langere sprint te krijgen. Normaal gesproken is die finish altijd na zo'n 150 meter als de straten van het centrum van IJsden uitkomen. En nu is die sprint een 250 meter geworden. Waardoor wat meer spanning ook wordt verwacht in die laatste meters van deze wedstrijd. Als we kijken naar Bram Tankink, die dus hier in de herfst van zijn carrière, om het zo maar eens te zeggen, een soort van rentree gaat beleven na zijn blessure in zijn achtertuin. Hij woont even over de grens bij Maastricht in België. En traint dus op het gebied van de voerstreek en het Zuid-Limburgse Heuvelland. 196 kilometer dus voor ruim 200 deelnemers in deze 40ste editie. 27 beklimmingen. 3 rondes van 60 kilometer, maar daarin dus 9 beklimmingen. En vervolgens nog 2 lokale ronden om te finishen aan de Diepstraat in IJsden. Met dus een steeds sterker wordend deelnemersveld. Van oudsher is de hel van de Mergeland, tegenwoordig dus Volta Limburg Classic. Een wedstrijd waar veel jonge talenten zich tonen. Die vervolgens grote carrière maken. Zo weten we Tony Martin als grootste exponent uit die lichting. Pim Lichthart maakte hier zijn eerste grote stappen in zijn profbestaan. Pavel Broet, zoals vorig jaar hier de winnaar de rust, die dus dit jaar niet van de partij is. Wegens trieste familieomstandigheden. Ruim 200 deelnemers, dus met veel jonge talenten. Onder andere de nationale ploeg. We kijken naar Rob Ruig. Wat kunnen we van de man van Vakkanselij DCM verwachten? Het is een belangrijk jaar voor hem. Vorig jaar, zoals hij zelf zei, een beetje een mislukt jaar. Na een knieblessure, na veel pechgevalletjes. Nu moet hij zich stilaan gaan bewijzen. Vorige week in Catalonië, wisselvallig. En die wisselvalligheid moet eruit. Ook van ploegleider Michel Cornelissen, die vandaag in de wagen zit. Ruig zal zich ook stilaan een vorm willen rijden voor de Amstel Gold Race en de Waalse Klassiekers. Daarna wordt besloten of die gaat rijden in de Ronde van Frankrijk dit jaar, waar hij 2 jaar geleden nog als beste Nederlander finishte op de 21ste plek. Of dat hij dat dan maar moet laten en andere jongens die wat constanter zijn. En dan zal hij moeten gaan kiezen voor bijvoorbeeld de Giro, de Ronde van Italië. Vandaag misschien voor hem een belangrijk moment. Kenny van Hummel, de rappe man van Vacansoleil DCM. Ze hebben gekozen daarvoor veel snelle mannen. Met ook Romain Feillu van de partij. Lichthart die er snel kan aankomen. Van Hummel is snel. Ze gokken daar op de aankomst van een grote groep van een man of 50, 60. Zoals dat 2 jaar geleden was. Toen Lichthart hier wist te winnen. Van Hummel dus samen met Rob Ruig op de eerste rij. Paul Martens, de tweede man van links.
Duitser die al in de ronde van de Algarve een etappe wist te winnen. Meteen in de eerste rit. Dat was de ronde waar Wout Poels zijn rentree maakte. Team Blanco maakte een heel sterke indruk dit seizoen. Wisten al veel te winnen. Ze moeten ook wel hebben wat recht te zetten. Het voormalige team Rabobank. Op jacht naar een nieuwe hoofdsponsor. Net zoals misschien wel Vacan Soleil DCM dat wel zou moeten worden. Eind april valt het definitieve besluit. Gaat Vacan Soleil door of niet? In dat geval zou je al twee grote Nederlandse ploegen hebben die op jacht zijn naar de vele miljoenen. Het valt niet mee in de tijden van economische crisis. Het valt zeker niet mee in de tijd waarin het wielrennen zwaar onder druk staat. Wie gaat zich hier aan wagen? Welk bedrijf durft het aan om een nieuwe generatie te sponsoren? Davide Rebellin. Oude generatie, winnaar van de Amstel Gold Race 2004. 41 jaar, goed laks, maar zeer gevaarlijk. Vorig jaar nog, toen iedereen dacht op je 40ste win je niks meer, won die twee prachtige ritten. Zeker niet uit te vlakken. Deze sluwe vos, ervaren man, kent de streek zeer goed. En zal wat van plan zijn namens het Poolse CCC Polsat. Jo van Deurzen is de speaker en... Die is niet te vermurwen. Iedereen achter de lijn. En dit is Roy Pakbier, de koersdirecteur. Bij afwezigheid van Emiel Frambach mag hij het voor het eerst in zijn nog jonge carrière als wielerman overnemen. Naast Noël Lebens, de gedeputeerde die onder andere sportzaken in Limburg in zijn portefeuille heeft. Vier World Tour ploegen dus. Katusha. Zonder de winnaar Pavel Broet, Rudiger Seelig met het nummer 1. We mogen wel wat verwachten van Ignatieff. En dat is het startschot van Noël Lebens, de gedeputeerde. En dan zijn de 200 man, ruim 200 man, vertrokken, verdeeld over 25 ploegen. De laatste ploeg, de Nederlandse equipe. Dat is een combinatie van vier renners van het Parkhotel Valkenburg Cycling Team en vier talenten van het jonge opleidingsteam van Rabobank. Van Hummel. En Martens, Pim Ligthart schuift ook nog even voorbij. Reinier Honig, wat mogen we van hem verwachten? De man van Krelan Juveni rijdt ook in zijn eigen achtertuin. En hoe goed is Gerald Siulek? Hij gaf zelf al aan, niet optimaal ben ik. Theo Bos. Het zijn de momenten in de neutralisatie. De eerste kilometers door het centrum van IJsde worden rustig en groep doorgereden. Om even buiten IJsde zo dadelijk het officiële startsein te geven. En dan gaan we meteen op weg naar de eerste beklimming van de dag. Dat is de Heiweg, beter bekend als de Mescherberg. En achterin heeft hij alle tijd, Bram Tanking, om eens even terug te blikken met Huub Duin, zijn voormalige ploeggenoot. Duin die ook een tijd in de Amerikaanse dienst reed. Goede jaren meemaakte, daarna wat terugviel en nu bij het team De Rijke Shanks hogerop weer te komen. De Rijke Shanks, ook zo'n Nederlandse ploeg die veel ambitie heeft, willen volgend jaar pro-continentaal worden. Om dus weer een stapje te maken richting het allerhoogste niveau. Kenny van Hummel. Doorgaans mag je verwachten dat deze koers net te zwaar voor hem is. Het hangt allemaal af van het koersverloop natuurlijk. Als een grote groep van 60 man zal aankomen en Van Hummel zit er nog bij, is dat natuurlijk een hele gevaarlijke klant voor de eindzege. Het is in ieder geval waar Vacan Soleil DCM op gokt. En Theo Bos natuurlijk ook vooraan het peloton. Dat nog altijd door IJsden rijdt en bijna zo dadelijk het sporen over zal gaan. En dan gaan we via de Kommelsweg naar de officiële start van deze dus 40ste editie van de Volta Limburg Classic. Ja, Tsiolek, dus wat mogen we van hem verwachten? De winnaar van Milaan-San Remo, niet 100% fit, een beetje ziek is hij. En als een renner dat van tevoren al zegt, het zal bij hem zeker geen bluffpoker zijn, dan zal het ook wel echt zo zijn. Tsiolek is ook niet bepaald de man voor dit terrein. Natuurlijk een hele rappe man, maar als het heel erg wringen wordt en het gaat dan op en af in deze ronde, zou het doorgaans wat te moeilijk voor hem zijn. En Bos is goed gemutst, Theo Bos midden in beeld. Heeft er zin in vandaag. Ja, de kapjes voor het mond. Het is zeer goed
welkom vandaag. We zien ook de beenstukken. En ook hebben de coureurs nog hun vestjes over hun tenues op dit moment aan. Het is echt koud rond het vriespunt in IJsden. Vanmorgen dus de eerste sneeuwvlokken gevallen. Die maakten plaats voor een zonnetje. En nu is het bewolkt. Sneeuwval wordt er niet meer verwacht. De wind valt mee. Er is nauwelijks wind op dit moment. Dat is dan nog een glimp in het voordeel van de coureurs. Hier met een prachtig beeld over dat grote peloton van dus 25 ploegen. Zoals ze zeggen, Katusha met Ignatiev, met Kuznetsov. Goeie jongens. En Selig, die kan dat betekenen in de sprint. Team Blanco, sterke ploeg. Met Kruiswijk, met Martens. En misschien kan Wilco Kelderman ook nog wel voor een verrassing zorgen. Argo Shimano, dat is wel opvallend. 5 mannen slechts aan het vertrek vandaag. Dat valt dan toch een beetje tegen. Clark zou aanvankelijk meedoen, staat er niet bij. Jan Huguet, de Franse oudwinnaar, is niet van de partij. En ook Albert Timmer, de man uit Gramsbergen, is niet van de partij. Ze rijden daar met Damuso, Hupon, Yicheng, Ludwigson en François Parisien. Straks al bij de microfoon van Bas van Wulke. Won vorige week nog een etappe in de ronde van Catalonië. De Canadees uit Montreal. Hier al wat technische problemen. Het is wel op het moment dat dat nog kan. In deze fase van de wedstrijd wordt de koers zo dadelijk vrijgegeven. Probleem bij Alessandro Bazzana van het Amerikaanse United Healthcare Pro Cycling Team. Het is niet het moment waar hij zich heel erg zorgen over zal maken, deze Italiaan. We gaan over de brug van de A2 en de koers zal zo dadelijk worden vrijgegeven door de koersdirecteur, Roy Pakbier. Om meteen te gaan beginnen aan de beklimming van de Mescherberg. We gaan dus echt naar het meest zuidelijke puntje van Nederland. En dan zijn we toch ook benieuwd of de jonge gasten van bijvoorbeeld het nationaal team onder aanvoering van Groenendaal en Parkhotel Valkenburg ploegleider Paul Lacroix zich daar willen laten zien. Het is zo'n moment dat je denkt, in het zicht van de camera's, in de live-uitzending, even laten zien dat ik er ben. Vorig jaar deed IJzenaar Rick van Kaldenborg dat bijvoorbeeld. Die is er dit jaar niet bij. Hij rijdt voor het Parkhotel wielerploeg. We rijden op het grensgebied van Nederland en België bij Withuis. Nu dus op weg naar Mesh. En dat is daar zo'n moment waarin de renners die in ieder geval meteen van een vlucht gebruik willen maken in het zicht van de live uitzending, meteen zich van voren hebben genesteld. Bijvoorbeeld Jaap Kooijman, de jongeling uit Sittard. Misschien ook wel uit die ploeg Marijn Korevaar van de opleidingsploeg van de Rabobank, ook een eerstejaars. Ongetwijfeld hebben zij de opdracht gekregen om iets te laten zien in die eerste kilometers van de wedstrijd. Nog altijd zitten we in de neutralisatie. Het gaf ook de gelegenheid aan Alessandro Bazzana, de man van United Healthcare, die al met technische problemen kampte in die neutralisatie, om weer aan te kunnen sluiten. Zo, er was één optimist bij, meteen al met korte mouwtjes en korte benen. Een van de weinigen, de meeste jongens rijden nog echt met de extra arm- en beenstukken. En die zullen ongetwijfeld later op de dag uitgaan. Het is een echte zware koers. Weinig rustmomenten. En dus die 3 ronden van 60 kilometer. Met daarin 9 hellingen. Zoals dus de Mescherberg waar we nu naartoe gaan. En daar is de man die de benen en armstukken liever niet heeft. Een echte diehard, zo gezegd. Thomas op het einde van het To Win Josan Cycling Team. Negen hellingen dus, onder andere bekende hellingen uit de Amstel Gold Race met de Loorberg. Er zitten ook een paar hele kleine, steile klimmetjes in. Bijvoorbeeld de klim naar Bergenhuizen. Steven, was het zo'n moment waar veel coureurs meteen echt vol in de beugels moeten. Zo'n klein pittig kuitenbijtertje
niet te onderschatten. De vlag nog altijd omhoog en nog niet naar beneden gezwaaid. We draaien hier de Messerberg op. De Heiweg, zo wordt je ook wel genoemd. Sla hier rechtsaf, dan ga je richting Mesh. En nu gaan we richting boven en we zijn meteen vertrokken. En natuurlijk krijg je dan mannen die zich van voren willen laten zien. De wedstrijd is vrijgegeven, 196 kilometer dus voor de ploeg. En het zijn de heren van Katusha, dat is dan wel weer opvallend, die meteen de wedstrijd hard willen maken op zoek naar een aardig kopgroepje in de kop van de wedstrijd. Ook de mannen van CCC, de ploeg van Polsat van Rebellin, laat zich ook meteen van voren zien. Wat mogen we vandaag verwachten van de mannen van Blanco? Met Frans Maassen in de wagen mag je daar veel van verwachten. Frans Maassen benoemt Stevas deze wedstrijd als een van de mooiste van het jaar. Die moet een keer worden gewonnen door de Nederlandse equipe. Daar wachten ze al een hele tijd op. Het gaat meteen heel erg hard. Het is Smukulis, denk ik, van de Russische ploeg van Katusha. De led die meteen een man of vijf meekrijgt. Al wordt het nog niet helemaal opgegeven door het peloton. Het is een lekker klimmetje. Hij loopt heel goed, deze Messerberg. Met één haarspeld erin. En als je boven komt, zit je wel op zo'n moment dat de wind wat vrij spel heeft. Al is die wind vandaag, de invloed daarvan, op dit moment althans, redelijk beperkt. Het peloton laat deze mannen nog zeker niet gaan. Het is een groepje van een man of 6-7. Waarbij de rust nog niet is wedergekeerd. En we zitten boven op die klim van de Messerberg. Die hebben we voor de eerste keer gehad. De eerste dus van in totaal 27 hellingen. Nog 26 te gaan in deze 40ste editie van de Volta Limburg Classic. Het is ook een deel van deze beklimming, zo mag je hem eigenlijk nou niet meer noemen. Die loopt hier nog een beetje vals plat door. Om als je boven bent op weg te gaan richting Sint-Geertruid. En hier zien we dat het peloton zich zeker niet neerlegt bij die kopgroep. Renners die er hier niet bij zitten, ploegen die niet vertegenwoordigd zijn, moeten dat nu dan toch maar even laten zien. Om erbij te zitten. Vaak is dat ook het beeld in deze Volta Limburg Classic. Een vroege vlucht kan lang stand houden. Om in de finale, de laatste 60 kilometer, de laatste ronde, pas echt in de grote achtervolging te gaan. Het tempo voorlopig ligt bijzonder hoog. Hier zien we op dat punt waarin de renners in ieder geval wat wind tegen hebben. Wind komt van opzij. Je zou hem een beetje op de kant kunnen zetten, maar dat hoeft dan hier nog niet. Het gaat wel meteen al op een lint. Zeker in een wedstrijd waarbij veel ploegen meerijden die op een doorgaans lager niveau rijden. Dat zijn vaak wedstrijden die heel onrustig beginnen. Wedstrijden op World Tour niveau, toch veel meer een tactische race, die beginnen wat gecontroleerder. Paul Martens zei het net zelf nog, de coureur van Blanco. Veel renners die dus nu proberen aan de kop van de wedstrijd te komen. Of in ieder geval een kopgroep te gaan formeren. Voorlopig is daarvan nog geen sprake. We krijgen iedereen weer bij elkaar als we bovenop dat plateau zijn. Op weg dus naar
Sint-Geertruid. We hebben een kilometer of drie formeel afgelegd. We hebben dan nog 194 te gaan in deze 40ste editie van de Volta Limburg Classic. Dat is de openingsfase. Straks vanaf 3 uur zijn we live bij u terug. Als iedereen hier in de ijzers gaat, in de blubber. Toch nog een stukje cyclocross. Het gaat allemaal voorlopig goed. Vanaf 3 uur dus zijn we rechtstreeks bij u terug met de finale. Met de laatste 70 kilometer. De laatste ronde van ieder 9 hellingen. Waarin we echt gaan zien wie de opvolger wordt van Pavel Brut. De Rus die vorig jaar wist te winnen en er vandaag dus niet bij is. Graag tot straks vanaf 3 uur live bij L1.